tandartse Weeshuis gaat binnenkort op huisbezoek. De tandartsenpraktijk in het voormalig Weeshuis in de Nijmeegse benedenstad behandelt veel oudere patiënten en mensen die slechter been zijn en bijvoorbeeld met een rollator lopen. De tandartsen merken dat deze patiënten minder vaak naar de tandarts gaan en speciaal voor die mensen start de praktijk daarom met dit bijzondere initiatief. Nou, wat we precies gaan doen is nog niet helemaal duidelijk, maar we willen een pilot opzetten om mensen in de wijk, in het centrum van Nijmegen, die eigenlijk tandheelkundige zorg nodig hebben, oudere mensen, om die aan huis te gaan verlenen. We denken vooral echt aan om het schoonhouden, de zelfredzaamheid van de mensen te verbeteren en eigenlijk een beetje positieve mondzorg, positieve zorg in de wijk, misschien met de ZZG samen, zodat je eigenlijk preventief kunt werken om ontstekingen en pijn in de mond te kunnen voorkomen. Mensen vragen ons wel eens, ga je ook een tand trekken? Ja, dat weet ik niet. Vaak zie je dat mensen die ouder zijn ook medisch heel erg gecompliceerd zijn met medicatie. Dus als het echt met de trombosedienst samen gedaan moet worden, dan zal dat waarschijnlijk niet. Maar gewoon een tand trekken bij een ouder iemand die niet meer kan, die bedlegerig is, dat zou ik ook best wel doen, denk ik. Ja, er zijn best wel veel mobiele units. Ik denk een beetje, ja, het klinkt misschien heel gek, maar een pedicure, die komt ook aan huis. En nu is het de tandarts aan huis. En een van onze assistentes is pedicure. En dan met een kit dat je meeneemt op de fiets, hier door de benedenstad en door het centrum. De patiënten die van de thuisdienst van de tandarts gebruik zouden willen maken, moeten nog wel even wachten. Ja, in oktober willen we beginnen met een pilot. Dus we gaan nog eerst een beetje kijken hoeveel animo is ervoor, hoeveel behoefte is er aan. En dan hopen we in oktober te gaan starten met mensen aan huis te gaan bezoeken. Ja. Ik heb gezien in de landen dat veel mensen dat hebben opgezet. En wij dachten, och, hier in de buurt, die mensen zijn altijd in onze praktijk kunnen komen, kunnen nog niet meer. We gaan het gewoon doen en dan kijken we wel hoe we het financieel rondbrengen. We verwachten ook niet dat dat fulltime is, misschien een middag in de week. We hebben nog geen idee. We dachten, we gaan gewoon beginnen en dan kijken we hoe we het financieel gaan regelen.